In 12 steden, 13 ongelukken maakt u kennis met betrokkenen van ongevallen op straat, op het werk of thuis. Nieuwe technieken maken perfecte registratie mogelijk. Gegevens over weersomstandigheden, vervoermiddelen, slachtoffers en letsel worden opgeslagen en stellen ons in staat ongevallen zeer nauwkeurig te reconstrueren. Uit het actuele bestand kiezen we steeds een ongeval in een andere stad, met wisselende oorzaken en gevolgen. Namen en omstandigheden van personen zijn veranderd. De ongevallen zijn waar gebeurd. Dit is een afdeling van het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. Behalve het gewone patiëntenbestand liggen hier ook veel slachtoffers van ongelukken. Het kan fatale gevolgen hebben als je even niet oplet, als je te veel haast hebt of je niet aan de regels houdt. Voor je het weet lig je hier in een bed. In het verkeer, in het huis of op je werk zit een ongeluk in een klein hoekje. Kijk naar het verhaal van de familie Duizendschoon in Nijmegen. Ja, hé, zo kan hij wel weer, hè? Hij begon. Ja, hij begon. Hé, hé, hé. Schrokje? Ach, laat hem maar. Hij is gek. Hey, dat is mijn handschoen. Dat is je handschoen niet. Je kijkt weer eens een beetje deus. Hier. Dit is je handschoen. Wanneer leer je nou eindelijk eens je eigen rotzooi op te ruimen?
Is je vrouw al terug? Hé, duizendschoon, ik vraag je wat. Het gaat jou geen moer aan. Ze is er vandoor, hè? Daar is ze schoon. Nou joh, nog een virus. Hij kan hem niet meer omhoog krijgen. Hoe weet jij dat? Heeft je vrouw geluld? Sinds wanneer is dat? Het vlees van dode dieren is gemaakt. Ja, dat lijkt me nogal logisch. Ja, nou, dat is zielig en gemeen. Geen vlees? Ook goed. Een mensenlust is een mensenleven. Als je maar niet denkt dat je wat anders krijgt. Dan eet je maar niks. Ik hoef ook helemaal niks. Weet je, van een bord eten waar dierenbloed op zit. Gadverdamme. Beetje smakelijk, jongen, hè? Lekkere stukken lijk, Trouwens, dat is ook heel erg ongezond. Alsof dat zo gezond is. Waar is mama? Recherche gedaan. Missing. Met wie spreek ik? Ja, meneer. Je moet eens luisteren dat er een vrouw wegloopt. Dat komt in de beste families voor, hoor. Goed, we zullen zien. Ja, maar ik... Anoniem, zeker? Hij zei dat we er niks mee te maken wil hebben. Het geldt alleen om mevrouw Duizendschoon. Die zal een tijdje vermist zijn. Roddels. Burenruzie. Hij zei dat iemand slachter was en dat hij precies wist hoe hij een vark in stukken moest snijden. Nou, en? En dat hij gratis stond te graven in zijn achtertuin. Ik weet het niet. Het klonk nogal bizar. Nou, jongen, dan ga jij dat er even kijken. Daar leer je van. Zeggen dat je vrouw voor goed weg is. Ze doe maar. Als ik je ergens mee kan helpen, dan moet je gewoon zeggen. Zo, die glijdt er weer doorheen als door een pakje boter.
Zoekt u iemand? Woont u hier in de buurt? Jawel. Mevrouw Duizendschoon, kent u die? Die ken ik wel, ja. Hoezo? Wij hebben vernomen dat ze vermist zou zijn. Zo. Nou, dat zou ik toch moeten weten. Ik ben namelijk haar man. Wat ben jij er nou weer aan het uitspoken? Zeg, ben je hem helemaal? E.D. Wat moet het voorstellen, E.D.? Erik Duizendschoon. Wat zeg je nou? Erik Duizendschoon, E.D. Waar is mama? Wat heb jij daar? Wat moet je met die schoenen? Ja, weggooien. Ze zijn van leer, ze smaakt van dode dieren. Je schoenen weggooien? Je lijkt wel niet goed, Snik. Heb ik me daarvoor in het zweet gewerkt? Oh, noem je dat werken, hè? Dieren vermoorden. Als je dieren doodmaakt, ben je een moordenaar. Ja, nou is wel genoeg, hè? Jullie maken me gek. Ja, ga maar weg. Alsjeblieft, ga weg, hè? Moordenaar. Moordenaar! Heb jij een bevel tot huiszoeking? Nou, dat had hij natuurlijk niet, hè? Dan zeg ik, dan kom je er niet in, al was je de paus zelf. Wegwees jij. Hey Toon, hoe zit het nou met je vrouw? Ja. Ja, die is een paar dagen weg. We hebben woorden gehad over de kinderen. Ze kan ze niet meer aan. Ze moest er een paar dagen tussenuit, ze is naar de zuster. Hé. Hey. Hier. Hij heeft mijn dochter stiekem in mijn zak gestopt. Om het weer goed te maken. Hij staat een grote mond tegen me opgezet. Jij een stuk? Nee, Toon. Het is jouw reep. Ogenblikje. Nee, je hoeft helemaal niet hatelijk te worden. Kijk, als je gewoon vertelt wie je bent, komen we misschien wat verder. Natuurlijk heeft de vermissing onze volle aandacht. Wacht even. Dus je hoorde de dochter in de tuin roepen moordenaar. Mm-hmm. Nou, probeer dan eens nog een keer precies te vertellen wat u weet. Toon! Hé! Hé! Toon!
dood! Wat zijn dat? Schoenen van papa? Henk, hij moet omhoog. Zijn hoofd moet omhoog. Bloeddrukband aanleggen. Ah. Dan kan dadelijk dat ding lossen. Ah. Ja. Even een arm ondersteunen, even. Ja. Dat is een goede. Ja. Dan op dan. Gaat het? Ja. Pijnlijk? Ja. Nou, mag even nog even vasthouden, ja. Gewoon op de buik houden. Ik geef het de fus maar hier. Dan zet ik het even stil. Dan leg ik het even op uw buik weer. Oké. Okay. U gaat mee naar het ziekenhuis? Ja, ja? Is goed, even mee. Oké. Okay. Okay. Hallo, is jouw vader thuis? Hij heeft zich gesneden met een slagermes. Er is gebeld en hij wordt zo geopereerd. Nou, geen paniek. Ik ga naar het ziekenhuis toe en dan komt iemand naar jullie toe. Oké? Okay? Is het mijn schuld? Ja, de burg. Het is goed mis hier. Ja, Duizendschoon. Heeft zichzelf gesneden. Ja, bedrijfsongeval. Zelfmoordpoging natuurlijk. Dat is een vrouw vermoord heeft. Goedemiddag, eerste hulp. Ja, dat klopt. Meneer Duizendschoon is vanmiddag binnengebracht. Ja? Ja, met een slagadelijke bloeding op zijn werk. Nee, mevrouw Duizendschoon is gebeld. Ja, ze was bij haar zuster. Ze kan ieder moment hier binnenkomen. Ja? Heeft u een ogenblikje? Meneer, kan ik u van dienst zijn? Nee. Dank u wel. Het is mijn schuld. Pap, het is echt mijn schuld. Niks jouw schuld. Het is gewoon mijn eigen domme schuld. Alles komt weer in orde.
Familie Duizendschoon is weer bij elkaar. Het had maar weinig gescheeld of Toon had het niet gehaald. Hij heeft veel bloed verloren, maar gelukkig kwam de hulp net op tijd. Messen blijven gevaarlijk. Thuis of in het werk. Veiligheidsvoorschriften zijn er niet voor niets. Toon mocht na een paar dagen alweer naar huis. En de kinderen zijn inmiddels een stuk minder opstandig. En ook zijn vrouw woont inmiddels niet meer bij haar zuster.